welkom bij de videotips van de Talent Academy. Zo dadelijk bekijken we hoe je in Adobe Illustrator tijd kan besparen met het Assets Export paneel. Daarmee kan je van illustratieve elementen eenvoudig assets wegschrijven rechtstreeks vanuit je Illustrator document. Denk bijvoorbeeld aan iconen die je ook wil gaan gebruiken voor web. Op mijn scherm zie je een illustratief ontwerp voor een social media post. Daarvan heb ik enkele elementen nodig om ook promotie te maken op de website. Ik kan met het Assets Export paneel heel eenvoudig gaan exporteren rechtstreeks vanuit deze file zonder extra bewerkingen, gewoon elementje toevoegen, elementje exporteren. Om het Assets Export paneel op te roepen kan dit via Window, Assets Export of een eenvoudige klik op dit icoon. Ofwel ga je via File naar Export for Screens. En dan kun je hier via het tabbladje, niet Artboards, maar Assets, het Assets Export paneel ook gaan oproepen. Volgende stap is elementen toevoegen in het Assets Export paneel. Wat is daarbij belangrijk? Als je elementen gegroepeerd zijn, kan je ze als individuele assets gaan toevoegen. Zijn ze niet gegroepeerd, dan kan je ze samen selecteren en met Alt of Optie slepen op het Assets paneel om ze toe te voegen als asset die je wil gaan exporteren. Volgende stap, superbelangrijk, een goede naamgeving. Zorg voor een duidelijke naam. Dat is altijd makkelijk achteraf, hè, zodat je weet welk element waarnaar verweest. Als je een goede naam hebt gegeven, volgende stap aangeven in welke formaten en op welke schaal je de assets nodig hebt. Via het paneeltje kan je exporteren als PNG, JPEG, SVG of PDF, waarbij je telkens een schaal kan aangeven afhankelijk van de formaten die je nodig hebt. Volgende stap. Als je aangegeven hebt als welke bestandsformaten en op welke schaal je wil gaan exporteren, komt het erop aan van in het Assets Export paneel de elementen die je wil gaan exporteren te selecteren. En vervolgens klik je op Export. Je geeft aan op welke locatie je de elementen wil gaan exporteren. En dan vervolgens kun je gaan kijken. En dan heeft hij eigenlijk de assets geëxporteerd in de formaten en op de schalen die je zelf vooraf hebt ingegeven. Dan kan je deze zo gaan gebruiken, afhankelijk van de toepassing waarvoor je ze nodig hebt. Wat is nu een grote troef van het Adobe Illustrator Assets Export paneel? Gebeuren er nog wijzigingen in het artwork of in de illustraties die je wil gaan wijzigen, dan zie je dat deze ook live geüpdate worden in het Assets Export paneel. Het Assets Export paneel in Illustrator. Zeker gebruiken, mocht je het nog niet doen, om snel en eenvoudig met één handeling assets te exporteren rechtstreeks vanuit je Illustrator document. Dat was het. Tot de volgende Talent Academy videotip.